Nou, welkom bij de instrumentenmakers. Dit keer zijn we bij Ed de Vos. Ed de Vos die heeft een vijfslag contrabas en gebruikt elektronica erbij. En ik ga hem vragen wat hij doet. En hij doet dingen voor de dansacademie. En hij speelt daar in zijn eentje met de vijfslag contrabas en elektronica. En wij willen weten hoe hij daarmee te werk gaat. Hallo. Dag Ed. Hallo. Kom binnen. Jij gaat ons laten zien wat je met een vijfsnarige contrabas doet en elektronica. Dat is een persoonlijk bus. Oké. Ja. Je moet de trap op en dan naar links en binnen dus. En dan komt hij in mijn werkkamer, mijn studio. Ik zal even voorgaan eigenlijk, dus wat makkelijker. De studio. En de vijfslagen contrabas. Die zie je volgens mij niet zo vaak. Ze worden bij orkesten wel gebruikt. Ik heb nog een andere contrabas. Ook een vijfslagen. Dat was mijn eerste vijfslagen. En daar heb ik toen mee geprobeerd. Nu zitten officiële set snaren erop. Met een lage. Nou, ik heb hem als B gestemd. Officieel wordt hij in C gestemd. Er zijn. Maar ik heb het al een tijdje geprobeerd met een hoge snaar erbij. Maar ja, als bassist is toch laag, is ja. Toch wel erg mooi. Ik versterk hem, ik heb contactelement hierop zitten. Ja, en hoe lang speel je al? Ik speel nu inmiddels al 28 jaar, dat is heel lang. Ja, en wat voor muziek maak je? Ik maak eigen muziek, ik improviseer met muziek. Ik verwerk ook soms dingen die in mijn geheugen zijn blijven steken. Heb gehoord en dan soms niet meer weten waar het vandaan komt. Maar ja. En je doet dingen met dans? Ja, ik werk op de Rotterdamse Dansacademie. Daar begeleid ik moderne danslessen en improvisatielessen. Ja. En daar speel ik contrabas, maar daar speel ik ook percussie en piano, synthesizer. Een soort Nicola Nelis. En daarbij? Gebruik ik ook nog elektronica bij. Ja. Ik heb hier allemaal kastjes staan met allemaal lampjes. Des te meer lampjes, des te mooier. Als het maar zie, als je het maar mooi zo de lampjes bewegen. Nee, er zijn verschillende apparaten die ik hier heb zitten. Dit is gewoon het mengpaneel waar je verschillende signalen instopt en ze dan uiteindelijk naar de versterker leidt. Maar die signalen die gaan dan ook weer via deze kastjes en dat zijn effectapparaten. Dit is een delay. En daar kan je, als welke? Je deze de Jamman van de Lexicon. Jamman. En daar kan je, als je iets speelt. Ik heb hier allemaal pedalen staan. Ik weet wel welk pedaal bij welk kastje hoort en wat het doet. Dan kan ik door een van die pedalen in te drukken, wordt de opname in gang gezet. En dan kan ik zelf ook bepalen wanneer die weer. Wanneer die ophoudt, wanneer die zichzelf gaat herhalen. Dus wat je doet is, je kan er iets mee opnemen en dan vervolgens kan je er zelf weer overheen spelen. En dan kan ik er weer overheen spelen, ja. Dus dan maak je verschillende lagen. Ja. Thank you.
gebruik die contrabas, het natuurlijke geluid van de contrabas, maar meestal zit er wel een beetje galm bij of ik gebruik ook allerlei effecten. Er zit in dit kastje, dat is een, ja, dat heet dan ook een multi-effect apparaat. Daar kan ik bijvoorbeeld Dan kan ik bijvoorbeeld hier zetten de pitch change 3. Dan kan ik 3 verschillende toonhoogtes boven het oorspronkelijke geluid zetten. En die toonhoogtes die kan ik zelf instellen. Dus dan krijg je een meerstemmige klank. Dus jij kan als het ware in je eentje een hele begeleiding doen? Ja. Van een dans? Ja. En dat is ook wat je doet? Ja, dat is ook wat ik doe. En ik gebruik dan niet alleen die contrabas, maar ik gebruik ook nog cd's. Cd's die heb ik, daar heb ik stukjes. Ik heb stukjes gehaald van allerlei cd's met muziek, maar ook met de laatste tijd heel erg veel met stemmen van allerlei mensen. Marcel Duchamp die vertelt over zijn eigen werk en over kunst. Charlie Mingus die vertelt over zijn muziek. Waardoor is eigenlijk die passie ontstaan om met contrabas en elektronica te spelen? Ik kwam erachter dat ik in mijn eentje iets neer kon zetten wat ik zonder elektronica moeilijker kon. En ik vind het heel prettig toch om op mezelf dingen te kunnen doen. Ik denk dat ik toch een beetje of vaak een Einzelganger ben. En dat heb ik met muziek maken. Ik loop ook hard en dan vind ik het soms ook prettig om gewoon in mijn eentje een uur te lopen. Dat vind ik, dus ik denk dat in mijn karakter ingeweven zit. En je bent natuurlijk ook, je kunt zonder overleg met andere mensen kun je dingen doen. Je hebt totale vrijheid. Makkelijk. Ja, en het is makkelijk met repeteren, want als ik kan, dan kan iedereen. Ik kan gewoon zelfstandig dingen ontwikkelen. Die in combinatie met anderen dan moeilijker gaan. The two important factors, the two poles of the creation of art. The artist on the one hand, and on the other, the spectator who later becomes the posterity. Consider two important factors, the two poles of the creation of art. The artist on the one hand, and on the other, the spectator later becomes the posterity.